Welkom bij Weltschmerz. Ik zit hier vandaag met niemand minder dan Jonathan Crispijn. Jonathan brengt weer een lach op de gezichten van mensen in barre tijden. Hij is namelijk de oprichter van Hart voor Humor. Welkom, Jonathan. Ja, dankjewel voor je introductie. Fijn dat je hier kan zijn. Ja, ik zei het al even, Hart voor Humor. Vertel, wat is dat en waarom in deze tijd? Nou, Hart voor Humor is eigenlijk opgericht vanuit het hele QR-bestaan. Hè. Op een gegeven moment kwam die QR-code. Toen deed ik mee aan het Groningse Cabaret Festival. En op een gegeven moment een soort idols voor cabaretiers. Zo moet het mensen eigenlijk een beetje zien. En op een gegeven moment werd de QR-code afgelast. Toen ben ik weggelopen bij het theater. Gewoon live op een video. Die kan je nog terugvinden ergens. En op een gegeven moment heb ik ervoor gezorgd van... Oké, weet je wat? Ik kan nu nergens meer optreden. Ik ben...